Goed, gaan we nu verder naar beelden uit Oost-Nederland. Om precies te zijn uit Kampen. Nu aan de telefoon, mevrouw Paschier. Waar kunnen we u bij helpen? Ja, goedenavond. In de nacht van 26 mei van dit jaar is er brand gesticht bij een pand op een bedrijf in Kampen. En 5 ondernemers hebben al hun materiaal en inventaris kwijtgeraakt. Waaronder dus een hovenier en een bandenspecialist. En in de bedrijven samen een schade opgelopen die loopt richting de miljoenen. In een pand aan de Energiestraat, daar zat ook een kringloopwinkel. En uit bewakingsbeelden blijkt dat daar die nacht de brand begonnen is. Die brand is aangestoken door twee mannen. En wij hopen dat mensen ons vanavond meer over hen, maar ook over hun bestelauto kunnen vertellen. Duidelijk, dank mevrouw Paschier. Een miljoenenschade dus waarschijnlijk daar in Kampen. We gaan terug naar de vroege ochtend van zondag 27 mei. Rond 1:15 die nacht van zaterdag op zondag komt de eerste melding binnen van de brand op bedrijventerrein Haatland. Op de Energiestraat slaan de vlammen binnen een mum van tijd uit een enorme loods. Een handgebouwde boot waar 5 jaar aan was gewerkt, de spulletjes van kringloopwinkel De Kleine Beurs, alles brandt. De situatie is levensgevaarlijk. Er zijn explosies van gasflessen en auto's en er komt asbest vrij. De brandweer probeert het inferno nog te temmen, maar het is niet te doen. Het enige positieve aan het verhaal, er raakt niemand gewond en deze bewakingsbeelden blijven bewaard. Het blijkt dat die nacht rond 12:30 een kleine bestelwagen naar het pand aan de Energiestraat is gereden. We zien de passagiersdeur opengaan. Er rommelt iemand aan het hek van de kringloopwinkel. De wat gezette man loopt weer terug naar de bestelauto. En even later gaat de klep open. De politie vermoedt dat het een Peugeot Partner of Citroën Berlingo is. En terwijl de bijrijder richting het pand gaat, zien we nu ook de bestuurder. Een van de mannen blijft bij het pand. De ander kruipt weer achter het stuur en rijdt weg daar aan de Energiestraat in Kampen. Hij keert even bij de Dieselstraat, maar weggaan doet hij niet. Blijkbaar heeft hij ergens de bestelauto geparkeerd. Terug naar het bedrijfsverzamelpand waar zijn compaan nog altijd is. Wat ze daar precies samen doen is niet duidelijk, maar feit is dat binnen de kortste keren licht te zien is. Het eerste vuur. Wanneer ze wegrennen is beter te zien dat de eerste een behoorlijke buik heeft, een korte broek draagt en niet te soepel rent. Net als de ander. Terug naar de Berlingo of Partner. Ze rijden met gedoofd licht bedrijventerrein Haatland af, maar geven nog wel even keurig de richting aan. Inmiddels is duidelijker wat voor kleur de bestelauto in werkelijkheid heeft. Op een andere camera is te zien dat hij rood of bordeauxrood is. Even later staat de boel in lichte laaien. Wie daar in de omgeving Kampen vermoedt wie we hier bij de brandstichting zien? En waarom daar? Was het ze te doen om de kringloopwinkel of om een ander bedrijf? Ze reden toen dus in zo'n kleine rode bestelwagen. Wie weet daar meer over of legt de link naar de daders? Weet u iets over de twee brandstichters daar of hun auto? Stuur dan via de site een digitaal tipformulier. Er staan ook alle beelden. Of bel nu. En als u gratis 0860-70 belt, krijgt u dus meteen de mensen hier in de studio in Hilversum aan de lijn van de opsporingstiplijn.